Hey, welkom bij Bewegende Bart. We gaan vandaag een training doen waarvoor ik een suggestie kreeg van een van jullie. Het is namelijk zomervakantie en velen van ons maken een lange autorit. En als je zo lang in de auto moet zitten, dan voel je soms wel dat je lichaam daar wat last van heeft. Dat je wat stroef bent in de rug, in de benen. De oefeningen die we vandaag gaan doen, zijn daarvoor bedoeld om je benen wat los te maken, om je rug wat soepel te maken, zodanig dat je ofwel de rest van je autorit kan aanvatten, ofwel kan genieten van de rest van je vakantie. Je kan deze oefeningen natuurlijk ook gewoon doen als je geen lange autorit achter de rug hebt. We gaan erin vliegen samen. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! En in deze training gaan we dus het lichaam wat losmaken. Je mag starten met gewoon het rustig zwaaien van de armen. Open en dicht. Rond je lichaam. Ja, heel goed. Eén hand is altijd boven wanneer ik kruis. Eén hand is beneden en ga daarbij zo ver open als je zelf kan. Doe het rustig aan. Heel goed. Nog 4. 3. 2. 1. En dan gaan we de handen hier brengen en boven ons hoofd steken. En langzaam naar boven brengen. Ja, die ruggenwervels een beetje losmaken. Want die zitten vaak een beetje vast. Heel goed. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En 1. En dan gaan we eens roteren. Ja, roteren. Van links naar rechts. Rustig aan. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En nog eentje. Dan mag je je handen in je onderrug plaatsen. Dan gaan we daar even volledig die rug gaan strekken. Duw maar met je handen. En strek je rug eens volledig uit. Want we zitten vaak een beetje voorover gebogen. En het is dus belangrijk om die wervels eens goed uit elkaar te trekken terug. En onze natuurlijke lordose, dat is de holling in je rug, om die nog eens erin te krijgen. Je mag dan je hoofd vastgrijpen. Ja, en even aan dat hoofd gaan trekken naar één kant. Niet te hard. Rustig aan. 5, 4, 3, 2... 1 en rustig rechtop. En dan gaan we hetzelfde doen naar de andere kant. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Vervolgens gaan we nog even de benen activeren. En dan gaan we nadien de benen nog even strekken en rekken. Je mag je handen ergens opplaatsen. Op een kast of op een stoel, op een tafel. En dan gaan we een ezelstap doen, naar achter toe. Dus de knie een beetje naar voren brengen en dan krachtig achteruit strekken. Hoeft niet snel, maar op deze manier ben je die billen, die bilspieren, even aan het activeren. Heel goed. Belangrijk om dat toch even te doen als je lang hebt gezeten. 4, 3, 2, 1. Even rechtop. Even losschudden. En dan gaan we hetzelfde doen met ons andere been. Ja. De knie die komt een beetje naar voren. En dan achteruit. Heel goed. Heel goed. Duw maar uit. Super. Nog 3. Nog 2. Nog eentje.
Rustig neerplaatsen, heel goed. Dan gaan we vervolgens een squat doen. Ja? Die squat gaan we gewoon recht staan doen. Dus je hoeft ervoor geen stoel te gebruiken. Als je graag een stoel gebruikt of ergens tegen leunt, dan kan je dat doen. Je kan het ook altijd, als je lang hebt gezeten in de auto, kan je ook altijd tegen je auto vooraan leunen en op die manier gaan squatten. Maar je kan ook gewoon op die manier door de knieën gaan en rechtop komen. Fantastisch. Heel goed. Ja. Even altijd goed dat bekken naar voren drukken. Ja, super. Oké. Het bloed stroomt alweer door je benen. En dat is alleen maar goed. En dit is de laatste al. Heel goed. Dan mag je gaan leunen. Leunen tegen de muur of tegen je auto. Als je lang in de auto hebt gezeten net. En dan kan je er zo gaan tegenleunen. Zodat je stabiel staat. En dan met gestrekte benen ga je je tenen heffen. Ja. Tenen heffen. En is dit te gemakkelijk, dan ga je een stapje meer naar voren. Weg. Op de auto. Is het te moeilijk? Kom je wat dichter staan. Heel goed. Nog 3, 2, 1 en rust. Heel goed. De laatste activatie van onze beenspiertjes is het heffen van de hielen. Dus je gaat nu gewoon op je tenen staan. Ja. Hup. En dan zakken. En zakken. Dat doen we ook een 10-tal keer. Je mag het altijd even aanhouden als je bovenaan bent. Supergoed. 5. Nog 4. Nog 3. Oog 2. En eentje. Fantastisch. Nu gaan we nog een aantal stretchings doen voor je beenspieren. Dus je mag eerst gaan duwen tegen de muur. Ja, of tegen een ander oppervlak dat stabiel is. En dan ga je je beide voeten naar de muur laten wijzen. Ja. En je achterste been, dat probeer je te strekken daarbij. 5, 4, 3, 2, 1. En kom rustig terug. En wissel. Ja, dan gaan we de andere voet op dezelfde manier rekken. En je voelt dit dus aan de achterkant van je onderbeen in de kuit. Zeer goed. Nog 5, 4, 3, 2. Eén. En rust. Heel goed. Voor de volgende oefening moet je je voet ergens opplaatsen. Dus dat kan op een stoel zijn, dat kan op een bankje zijn, dat kan op een klein stoepje zijn. Ja? De bedoeling is dat je je voet naar voren legt en dat je op die manier eigenlijk een klein beetje naar voren probeert te neigen. Belangrijk is dat je voet die op de grond staat, dat die zoveel mogelijk wijst in de richting van je voorste voet. Ja? Dus dat die niet opzij wijst, naar daar, maar dat die naar die kant wijst. En dan zal je waarschijnlijk vrij snel de spanning voelen aan je hamstrings. Je hamstrings achteraan je bovenbeen. Ja? En dan kan je op die manier rustig staan. Als je de voet graag iets hoger legt, dat kan perfect. Ja, dat kan op de bumper van je auto. Als je bijvoorbeeld lang in de auto hebt gezeten, dat kan op een bankje. Ja, en dan voel je de spanning hier wel. 5, 4, 3, 2, 1. Even rustig plooien, rustig terugplaatsen. Maar het hoeft dus helemaal niet zo hoog te zijn. Het mag ook op een stoepje, op een klein trapje. Dan ga je het ook meteen al voelen. En
als je echt heel lenig bent, dan kan je echt ver naar voren neigen. Maar zodra je de spanning voelt in je hamstrings hier, is het eigenlijk al voldoende. Zorg ervoor dat je goed stabiel staat, dus grijp een muur vast voor je stabiliteit. 5, 4, 3, 2, 1. Rustig terug. En dan gaan we er nog eentje doen. Een moeilijke oefening. Ik weet het, voor de quadriceps, dus voor de voorkant van je bovenbenen. Daarvoor gaan we ons been proberen vast te grijpen. Je kan dit al rechtstaand doen of al zittend. Ik ga het even eerst al rechtstaand voordoen op deze manier. Ja? En dan probeer je je knieën dicht bij elkaar te houden en je heup naar voren te drukken. Is dit moeilijk? Dan kan je twee dingen doen. Ofwel kan je je voet op iets leggen, op een kast of op een stoel. Op die manier dat je hem niet moet vastgrijpen. Ja? En dan kan je op die manier toch nog je heup naar voren drukken en de spanning hier voelen rekken. Is dat ook moeilijk? Dan kan je deze oefening ook al zittend doen. Ja, al zittend kan je ook hier je ene bil een beetje naast de stoel brengen. En dan kan je zo op die manier ook je voet gaan vastgrijpen naast de stoel. Ja. Ik haal het nog even aan. En dan gaan we zo dadelijk wisselen naar het andere been. En dat is dan meteen het einde van deze korte oefeningen. En rustig neerplaatsen. Ja. En dan gaan we de andere kant doen. Ik ga hem al zitten doen. Jij kan het rechtstaan doen. Of eventueel op de voorkant van je wagen. Op deze manier. Als je deze oefening trouwens thuis doet, niet onderweg, dan kan je ook altijd gewoon al liggend deze oefening proberen te doen. Bijvoorbeeld 's avonds of 's morgens in je bed. En dan ga je liggen op de andere zij. Ja, je mag het rustig lossen en dan zit het erop voor vandaag. Heel goed gedaan alweer. Proficiat dat je weer 10 minuutjes hebt getraind. Die 10 minuutjes trainen, dat maakt een groot verschil. En dat als je dat consequent blijft doen, dan zal je echt merken op termijn dat je meer energie krijgt, dat je vlotter kan bewegen en dat je alles kan blijven doen wat je maar wilt. Moest je nog niet geabonneerd zijn, klik hieronder op abonneren. Dat is helemaal gratis en dan krijg je elke dag een nieuwe training te zien. Geef ook een like. En als je nog een andere training wilt doen, kijk dan even op het kanaal bij de playlist. Daar vind je nog buikspieroefeningen, beenspieroefeningen, evenwichtsoefeningen bijvoorbeeld en nog heel veel andere oefeningen. Of klik gewoon op deze video om nog meer te doen. Tot morgen!